Mok wil zandwinningslocatie creëren in het Maasdal. Inwoners zijn verrast en boos over de plannen. In dat hele participatietraject met de inwoners over de omgevingsvisie is dit helemaal niet expliciet aan de orde gekomen. En de inwoners hebben toen ook wel duidelijk gezegd van die recreatie die we nu al hebben in onze gemeente, dat is eigenlijk wel genoeg. En we zijn heel erg zuinig op onze natuur. En verder in het nieuws vandaag: ga veilig op weg, gratis ontbijt als je mono rijdt. En 97 programma Novio wint lokale media award. Het Maasdal in de gemeente Mook en Middelaar is een uniek gebied waar natuur en landbouw samenkomen. Maar onlangs maakte de gemeente bekend dat er een voorverkenning is gestart in dit gebied voor een mogelijke zandwinninglocatie. En dit kwam voor zowel de gemeenteraad als voor inwoners geheel onverwachts. Het zandwinningsbedrijf Teunissen heeft in april 2023 een brief gestuurd naar het college van de gemeente Mook en Middelaar. Met het voorstel om in het Maasdal een plas af te graven. Ruim een jaar later maakte de gemeente bekend dat er een voorverkenning is gestart in het Maasdal. Daarbij werden ook plannen bekendgemaakt voor recreatieontwikkeling bij de komst van een nieuwe plas. Geheel onverwachts voor velen, omdat dit plan niet in een eerdere versie van de omgevingsvisie stond. En daar was gewoon heel duidelijk dat dit gebied is een recreatief gebied, maar dan wel voor extensieve recreatie. En zo is dat ook heel duidelijk in die omgevingsvisie terechtgekomen. Aan de hand van interviews met bewoners, aan de hand van gesprekken, participatietrajecten. Nou, in dat hele participatietraject met de inwoners over de omgevingsvisie is dit helemaal niet expliciet aan de orde gekomen. En de inwoners hebben toen ook wel duidelijk gezegd van die recreatie die we nu al hebben in onze gemeente, dat is eigenlijk wel genoeg en we zijn heel erg zuinig op onze natuur. Extensieve recreatie, zoals wandelen en fietsen, past veel beter bij dit gebied, vinden inwoners. De plannen voor intensieve recreatie, zoals een vakantiepark en een jachthaven, staan haaks op de wensen van inwoners. Daarnaast heeft de gemeente grote plannen voor het herstellen van het Maasheggengebied. Er staan een aantal hele oude Maasheggen en die zouden dan aangevuld worden helemaal tot aan Gennep en tot aan Bergen met nieuwe Maasheggen. Ja, en waar je een plas graaft kun je geen Maasheggen planten. Dus dat lijkt elkaar allemaal een beetje tegen te spreken. Is dat dit gebied een heel mooi voorbeeld is van hoe landschap, natuur en landbouw, moderne landbouw, hand in hand gaan. En hier komen nog, als je het hebt over natuur, komen hier nog soorten voor die het in de rest van Nederland heel moeilijk hebben. En dat komt omdat het hier een eeuwenoud cultuurlandschap is, waar boeren, natuur eigenlijk hand in hand zich hebben ontwikkeld. De plannen bevinden zich nog in de verkenningsfase, maar veel inwoners maken zich zorgen. GroenLinks vindt het belangrijk dat die zorgen gehoord worden en daar sluiten andere partijen zich bij aan. DGP en VVD laten weten dat er nog onvoldoende informatie is om een goede afweging te maken, maar dat ze bewust zijn van de impact voor het gebied en de inwoners mocht dit plan doorgaan. Hun volledige reactie is te lezen op onze website rn7.nl. Van Wanrooy hoopt dat het gebied blijft zoals het is en dat de gemeente inziet dat het gaat om een uniek stuk natuur en landbouw. Maar wat schiet het op om hier daarnaast als gemeente nog zo'n plas neer te leggen, terwijl je hier een landschap hebt dat uniek is voor Nederland. Het was niet uniek voor Nederland, maar het is nu uniek voor Nederland, omdat het op heel veel andere plekken gewoon weg is gehaald. De Maas- en Waalweg in Afferden is een gevaarlijke weg waar nog vaak ongelukken gebeuren. De gemeente heeft al een aantal aanpassingen gedaan om de verkeerssituatie veiliger te maken, maar dat helpt niet altijd. Daarom voert Mono vandaag actie langs deze route om mensen te herinneren om veilig de weg op te gaan. Op het BP-tankstation in Afferden was er in de vroege ochtend een sociaal bijtanken actie gaande. De actie is bedoeld om men te attenderen op het telefoongebruik achter het stuur. Daarbij kregen de bezoekers een gratis ontbijtje en een kleine uitleg over hun functie op de telefoon, waarbij je geen meldingen binnenkrijgt tijdens het rijden. We staan hier bij dit tankstation met de sociaal bijtekenactie, omdat helaas nog te veel mensen hun telefoon gebruiken in het verkeer. En onze boodschap is, hè, als je op een tankstation staat, dan ga je natuurlijk je tank van de auto vullen. Maar je kan een tankstation ook gebruiken om sociaal te bijtanken. Dus om even je telefoon te checken, je appjes te checken, social media te checken als je dat wil. En vervolgens weer heel bewust je telefoon weg te stoppen, zodat je daarna weer ongestoord de weg op gaat. Mono, die de actie organiseerde, wil mensen stimuleren om je aandacht op de weg te houden en dus niet afgeleid te raken van je mobiele telefoon.
Daarbij gaven ze dus een gratis ontbijtje weg, zodat mensen op de vroege ochtend ook een lekker kleinigheidje kregen. De mensen die krijgen een beker met wat gratis koffie, thee of chocomel en ze krijgen een chocolaatje mee. Het gratis ontbijt is natuurlijk bedoeld om even een leuke positieve insteek te geven op de vroege morgen. We spreken mensen aan en vragen ze of ze de storenfunctie op hun telefoon al kennen. Heel veel mensen kennen die niet. Dat is een speciale functie die je kan instellen. Dat die automatisch op niet storen gaat op het moment dat jij gaat autorijden. We proberen mensen daartoe te verleiden om ze even een gratis kopje koffie of thee aan te bieden. En zo met ons in gesprek te gaan vanochtend. Als ze niet weten hoe ze hun telefoon bijvoorbeeld op stil moeten zetten, kunnen wij dat ook uitleggen. En dan kunnen wij laten zien hoe je zulke soort dingen doet en waarom het bijvoorbeeld belangrijk is. Iedereen vindt ook van, ik vind ook dat mensen minder van hun telefoon gebruik moeten maken in het verkeer. En het is ook heel leuk om te merken dat heel veel mensen de niet-storen-functie op hun telefoon nog helemaal niet kennen. Dus als we samen met hun even in de telefoon gaan kijken hoe die er precies uitziet en hoe dat precies werkt, dan zijn ze daar ook weer van op de hoogte. Het is dus erg belangrijk dat de telefoon op stil staat tijdens het rijden. Deze verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de bestuurder zelf om verkeersongelukken te voorkomen. Tenzij er andere wetgeving komt, moet het toch al vooral van de mensen zelf komen die hun eigen gedrag aanpassen. En daarvoor zijn we bijvoorbeeld hier om te proberen dat duidelijk te maken. Het grootste gevaar is dat je afgeleid raakt van je autorijden. En daardoor ook met je auto rare dingen gaat doen, waardoor je ongelukken veroorzaakt. En de weg hierachter, de Maas- en Waalweg, is daar een goed voorbeeld van. Je zal het jezelf waarschijnlijk nooit vergeven als je iemand aanrijdt of levensgevaarlijk wond maakt. Terwijl je het had eens kunnen voorkomen door gewoon even stil te gaan staan bij een tankstation. Zondagavond is een persoon zwaar gewond geraakt bij een steekincident aan de Zilverbergweg in Overasselt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter is in de buurt van het incident geland om medische assistentie te bieden. De politie ontving rond 7 uur een melding van een steekpartij. De aard en de ernst van de verwondingen zijn nog onbekend, meldt de politie. Alle toegangswegen naar de woning in de straat zijn door de politie afgezet voor onderzoek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het incident. Volgens omstanders is een verdachte aangehouden in de buurt. Eline Gerritsen van het ROC Nijmegen is MBO-docent van het jaar. Die prijs mocht ze donderdagmiddag in Laren in ontvangst nemen. En afgelopen middag werd zij gehuldigd op haar eigen school. Al een aantal jaar is ze leraar bij de horecaopleiding van het ROC. Ook lerares Spaans Loes Dekkers van dezelfde Nijmeegse school was kanshebber voor de prijs. Ik was vooral helemaal overrompeld eigenlijk door dat je ineens je naam hoort en alle studenten begonnen te gillen met spandoeken. Dus ik was vooral heel blij en ik dacht, oké, ik moet naar het podium. Wij zijn natuurlijk heel veel rondes moesten we door en ik denk op de dag zelf moest ik nog voor een jury verschijnen. En ben ik vooral, dacht ik, dicht bij mezelf blijven, zeggen waar je voor staat, speerpunten benoemen en hopelijk zien ze dan wie ik ben. Harmonie Hatot en Orkest Partout bereiden zich voor op een bijzonder familieconcert in Concertgebouw De Vereniging. Wat het concert zo speciaal maakt, is dat Orkest Partout werkt met muzikanten uit asielzoekerscentra in heel Nederland, waaronder Nijmegen. Samen met Harmonie Hatot brengen zij een mix van westerse en Arabische muziek op het grote podium. Harmonie Hatert geeft binnenkort samen met Orkest Partout een familieconcert in De Vereniging in Nijmegen. Orkest Partout werkt samen met verschillende mensen uit asielzoekerscentra in het land en nu ook met die in Nijmegen. Verschillende muzikanten zullen hun liederen samen met Harmonie Hatert vertonen op het grote toneel. Afgelopen donderdag werd hiervoor hard gerepeteerd. Nou, wij gaan het programma repeteren wat wij over 2 weken gaan spelen. Er zijn 4 Arabische nummers bij. En die gaan we samen repeteren straks met het Orkest Partout. En het leuke daarvan is dat de ritmes, die zijn totaal anders als dat wij gewend zijn in onze westerse muziek. Dus echt voor een amateurorkest zoals wij is dat een hele uitdaging. Voor een Nijmeegs muziekgezelschap zijn de Arabische liederen toch even wennen. Het ritme, het gevoel, dat is eigenlijk dat je op en neer moet gaan. En ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Ja, het zijn hele gepassioneerde liederen. Het gaat allemaal over de liefde. De liefde voor degene waar je helemaal stapeldol op bent. Of de liefde voor je land. En het zijn enerzijds heel feestelijk repertoire.
maar anderzijds ook ja, romantisch repertoire. Dat is heel erg leuk. In het begin was het nogal vreemd. Maar we hebben wel van tevoren al mp3'tjes toegestuurd gekregen. Om een beetje een idee te krijgen hoe zo'n nummer gaat. Wat het ritme is enzovoort. En vooral ook voor het slagwerk. Ja, die hebben daar natuurlijk een hele belangrijke partij in. Maar het gaat lukken, vinden ze. Ja. Volgens Hachem Kabreet, een van de bandleden van Orkest Partout, komen de repetities wel goed. Waar je nu dan ook vandaan komt, muziek verbindt. Nice thing about it is that both worlds speak the same language. It's music and music is universal. Middle Eastern music has very specific style or way to play. Well, of course, the harmony has also the same. So bringing these two worlds together, learning from each other, that's what makes it special and that's what makes it more universal, because then we really meet the other side or the other style. Ja, en tot slot nog een leuk bericht uit eigen huis. Ons tv-programma Novio is namelijk in de prijzen gevallen. Dit weekend werden er in Hilversum de lokale Media Awards uitgereikt. En Novio ging er met de winst vandoor in de categorie video. De winnaar van de lokale Media Award in de categorie video is Novio. Presentator Lars kon zijn oren niet geloven toen de naam van zijn programma door de Hilversumse theaterzaal klonk. Ja, ongelooflijk. Ja, we maakten het programma met de insteek dat ik Nijmegen beter wilde leren kennen. En dan, ja, eigenlijk begonnen we maar gewoon. En dan, dat dit dan het eindresultaat is, ja, dat is bizar. Lars maakte het tv-programma vorig jaar tijdens zijn stageperiode bij RN7. Vanaf dag 1 had hij al het idee in zijn hoofd. Lars wilde, als geboren en getogen Brabander, een echte Nijmegenaar worden. Onder leiding van ras-Nijmegenaar Henny Linders leert hij onder meer nuilen, rijden op het Keizer Karelplein en juichen voor NEC. Dat onderzoekt Lars van der Akker in het programma Novio. Ondanks dat de medegenomineerde ook een mooi product leverde, werd het toch de Nijmeegse productie die in de prijzen viel. Ja, ik vond het wel lastig, want de andere onderwerpen, corona en Sinterklaas, zijn best wel veel besproken onderwerpen, dus die ook belangrijk zijn. Ja, ik wist al niet per se of er iemand die Nijmegen leerde kennen dan het beste zou zijn. Maar blijkbaar blijkt dus van wel. Dus dat is superleuk. De jury prees Van den Akker vooral om zijn open blik voor zijn nieuwe omgeving. Hij bewees dat als je met open ogen naar je omgeving kijkt en naar de wereld kijkt en je laat je niet voorsorteren, dan zie je meer. Maar wat heeft nu eigenlijk de doorslag gegeven voor de winst? Ja, dat vind ik lastig om te beantwoorden, die vraag. Ik denk dat het een combi is tussen talent en dat ze willen belonen en echt in je omgeving rondkijken. Maar ja, de andere producties gingen over Sinterklaas en over corona. Ook ontzettende belangrijke onderwerpen. Ja, die veel en ook al best wel belangrijk zijn de laatste tijd. Ook best wel gevoelig. Dus ja, dat vind ik heel moeilijk om het zo te benoemen. Waarom precies? En na deze erkenning voor het programma kan een tweede seizoen natuurlijk niet uitblijven. Oeh, daar moeten we even met de redactie over gaan hebben. Maar er is nog genoeg te leren en te kennen. En nog een wedstrijd van NEC, die zou ik zeker willen bezoeken. Ja. Maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn. Het programma Novio is in zijn geheel terug te vinden via ons YouTube-kanaal RN7 Online. Ja, na een mooie zonnige najaarsdag gaat het weer deze week langzaam aan de andere kant op. Ja, na wat buien in de nacht naar dinsdag zal het morgen overdag grotendeels nog droog blijven. En dat alles bij zo'n 18 graden. Die temperatuur zakt de dagen na langzaam wat terug. Ook komt er meer regen aan. Woensdag met af en toe een bui. Maar donderdag wordt het een echte herfstdag. Er trekt een flink regengebied over waar ook veel water uitvalt. Daarnaast kan ook de wind stevig gaan aantrekken. Dit was het RN7 Regio Nieuws van maandag 7 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van De Streek In, waarin we een bezoek brengen aan Wijnhoeve de Colonjes.
Wij zijn er morgen weer. Dus ik zeg graag tot dan.